Nou. Hallo. Ja. Nou, het geluid doet het in ieder geval, hè? Zijn we wakker? Ja, mooi filmpje, hè, over de Technische Universiteit, want daar zijn we nu. En dat is dit jaar de gastheer van deze Ingenieur Noordhofprijs 2012. Alweer de 23e keer dat het wordt uitgereikt. Welkom allemaal. Fijn dat u allemaal hier bent gekomen. Het past er net in. We hadden al beneden een collegezaal gereserveerd en we hadden een camerateam hier klaarstaan voor al die mensen die nog zouden komen. Als het niet zou passen, maar het gaat precies. En dat is toch het leukste, om het hier allemaal in deze mooie zaal, het blauwe auditoriumzaal, om het allemaal een beetje te vieren, want het is het toch wel. Het is iets bijzonders, deze Ingenieur Noordhofprijs. Het is een prijs waarvoor je maar één keer in je carrière genomineerd kan worden. Dus dat betekent wel dat hier de genomineerden vooraan, dat jullie echt iets presteren, dat jullie echt heel goed zijn in jullie vak. En jullie baas vindt dat ook. Heeft jullie genomineerd. En de jury die daar zit, die heel veel mensen langs gegaan. Heeft heel veel inzendingen bekeken. En uiteindelijk zijn ze tot deze 29 namen gekomen. En daarom zijn jullie hier. En daarom wil ik jullie heel erg welkom heten. Ja, het wordt een mooi programma. Jullie zijn er allemaal al even. Jullie hebben allemaal een mooie stand neergezet. Ik ben bij iedereen langs geweest. En ik was vooral onder de indruk van jullie passie. Het is allemaal heel divers wat jullie doen. Van kleine microscopische dingen tot hele grote apparaten. Maar jullie praten er zo vol liefde over. En ja, was dat maar iedereen in Nederland die zo vol passie over zijn vak kan praten. Want ik vind het echt supermooi. Ik was onder de indruk in ieder geval. En ik denk veel andere mensen hier ook. En ik hoop dat jullie ook eens hebben gekeken bij wat de rest allemaal doet. Want dat is toch wel indrukwekkend. En dat wilde ik in ieder geval even gezegd hebben. Ik ben Cindy de Koning. Ik leid jullie door deze middag heen. De meeste mensen kunnen mij kennen van Omroep Brabant, waar ik onder meer voor werk. En ik ben gevraagd om hier jullie een beetje te begeleiden door deze middag. Want wat gaan we doen? Nou, we zijn in ieder geval rond 5 uur klaar. Dat is fijn te weten. Dat je dan naar het toilet kan en dat er dan een borreltje in kan. Dat hebben we misschien wel nodig dan. En verder gaan we natuurlijk prijzen uitreiken. We hebben in 3 categorieën hebben we een prijs. Dat is de sector metaal, de sector bouw en de sector overige bouwwerkzaamheden. Die naam die is nog wel eens een aantal keer veranderd. Maar dat is ja, als zoveel verschillende dingen. Dat komt dan in die sector terecht. Dus 3 prijzen. En we hebben ook nog een prijs voor jonge vaktalenten. Die zitten hiervoor. Want het is natuurlijk de toekomst. En die moeten het allemaal nog gaan doen in de toekomst. Maar ze doen het al. En ja, hun opleiding vond hun zo bijzonder. Wat ze gedaan hebben, dat ze ook genomineerd zijn. Dat gaan we ook doen. En we hebben nog een aantal sprekers die ook een mooi verhaal hebben. Bijvoorbeeld straks Elise Lemkes. Ja, voor veel mensen misschien nog wel bekend namens Brainport. Dat heeft ze toch 16 jaar gedaan. Inmiddels al een tijdje werkzaam bij de ZLTO. Die heeft een mooi verhaal voor ons. We hebben nog iemand die iets gaat vertellen. Dat is Jos Smetsers. Die komt hier dadelijk ook op het podium. En die gaat bovendien jullie ook allemaal een hand geven, genomineren. Dan weet je dat hij dat is. Dat is de voorzitter van de stichting waar we hier allemaal zitten. Namelijk de Stichting Bevordering Vakmanschap. En als eerste wil ik graag het woord geven aan de man die ja, van de TU is. En dat is toch de gastheer van dit jaar. Daar zit Jo van Ham. Meneer Van Ham, het woord is aan u. Dames en heren, goedemiddag. Ik heet u van harte welkom in deze blauwe zaal, het auditorium van onze Technische Universiteit Eindhoven. En als lid van het college van bestuur kan ik u zeggen dat wij heel erg vereerd zijn dat wij gastheer mogen zijn bij de uitreiking van deze toch heel prestigieuze Ingenieur Noordhofprijs. En met trots zeg ik dan ook dat wij zoveel vakmensen, vakmannen, vakvrouwen mogen ontvangen op deze universiteit. En die trots wordt ook ingegeven ja, door het feit dat eigenlijk Eindhoven en de Brainport-regio, dus Brainport-regio Zuidoost-Brabant, toch als het gaat over het maken van dingen, het maken van producten, toch het centrum is van heel Nederland en daardoor een enorme bijdrage levert aan onze economie. En deze regio is zelfs nummer 1 van de meest innovatieve regio's van heel Europa. Samen met Zuid-Duitsland, Finland, Denemarken en de Engelse regio is dit toch de meest innovatieve regio van heel Europa. Nou, en de Technische Universiteit Eindhoven, dames en heren, ligt midden in die Brainport-regio, in die Zuidoost-Brabant-regio.
het technologisch hart van Nederland. En dan zeg ik, ja, als toch baas van de universiteit, zeg ik toch maar met gepaste bescheidenheid, dat wij ook heel trots mogen zijn op deze universiteit, die door Elsevier, artikel in Elsevier, gebaseerd op een enquête van 40.000-50.000 studenten, is uitgeroepen tot de beste universiteit van Nederland. Dus van de 13 universiteiten bent u hier aanwezig bij de beste universiteit van Nederland. Volgens docenten en hoogleraren zijn wij de beste technische universiteit van Nederland. En daar zijn we ook trots op. Dames en heren, u bevindt zich op het TU-terrein. Dat is natuurlijk de universiteitscampus. Maar dat is het niet alleen. Het is ook een campus waar heel veel bedrijven, ondernemers, onderzoekers, studenten en technische vakmensen elkaar ontmoeten. Als u weet dat op de high-tech campus met trots bekend wordt gemaakt dat er 111 bedrijven zijn, ik denk nu 112, zijn er op deze campus ook 100 bedrijven gevestigd, waar mensen zoals u en wetenschappers met elkaar communiceren en tot innovatieve zaken komen. En waarom zijn nou eigenlijk vakmensen zo belangrijk en ondernemingen voor deze universiteit? Wij als universiteit willen namelijk, we zijn toch de universiteit van de ingenieurs, wij willen graag bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. En wij doen dat met energievraagstukken, met health-vraagstukken, health technology en smart mobility. En dat doen wij met alles wat wij in huis hebben. Mechanica, natuurkunde, ICT, logistics, elektro, high-tech systems, chemie. En als u hier buiten hebt gelopen, heb u vast die leuke robot gezien, die Amigo. Dat zijn wetenschappers die daaraan gewerkt hebben, die oplossingen willen bieden voor technology-vraagstukken in de gezondheid. En als voorbeeld van open innovatie schrijven wetenschappers uit de hele wereld in een open innovatie mee aan de software van die robot. Dus daarin kunt u zien dat wij ook bijdrage leveren aan open innovatie. Dames en heren, ons motto van de universiteit is where innovation starts. Waar de innovatie begint. Met de nadruk op starts. Want het is natuurlijk niet zo dat hier de innovaties plaatsvinden. Hier beginnen die ideeën, hier beginnen de half uitwerkingen, maar de ideetjes beginnen hier. Maar het echte werk gebeurt, de echte innovaties gebeurt in deze regio, in bedrijven. Bij ondernemingen, bij researchproductiviteit en dat wordt verder geleid tot een product. En wij mogen trots zijn dat wij als universiteit een bijdrage kunnen leveren aan al die innovaties. Ook als universiteit hebben wij heel hard vakmensen nodig om een goede universiteit te kunnen zijn. Wij kunnen dat niet alleen maar met de brains. Wij moeten dat ook doen met de mensen die een vak beheersen en een expert zijn in hun vak. We hebben hier 3000 mensen werkzaam, 8000 studenten, 3000 mensen werken hier, waarvan meer dan 125 technici die met die wetenschappers op de faculteiten werken aan toekomstige vindingen. En onze eigen vakmensen, daar hebben wij een gemeenschappelijke technische dienst voor. Die noemen wij nu Equipment and Prototype Center. Daar werken een hele hoop vaktechnici om samen ook met bedrijven tot technologische producten te komen, zoals innovatieve straatverlichtingconcepten en nieuwe concepten voor weversteppers, voor de halfgeleide productie. Dus het mag dus gezegd worden dat wij heel bijzonder veel waarde hechten aan de Ingenieur Noordhofprijs. Het legt in mijn ogen de nadruk op de samenwerking in deze regio tussen wetenschap en bedrijfsleven en het stimuleert mensen tot creatieve technologische oplossingen. Nou, ik heb ook de grote lijst van genomineerden mogen bestuderen. Ik ben ook langsgelopen bij de genomineerden. Heel indrukwekkend. Ja, en als ik kijk naar welke kwalificaties je nodig hebt om genomineerd te zijn, dan is dat niet mals, moet ik u zeggen. Je moet sowieso de kwalificatie vakman hebben. Je moet de top hebben bereikt op je vakgebied. Qua kennis, vaardigheid, creativiteit, zelfstandigheid. Je moet een voorbeeld zijn voor je jongere collega's. En je moet zelfs bijdragen aan het arbeidsklimaat van het hele bedrijf. En dan nog een paar criteria.
Ga daar maar aan staan. En al deze talenten, dames en heren, zitten hier in de zaal. En ik ben heel blij dat wij daarvoor gastheer mogen zijn. Ik wil alle genomineerden alvast bedanken. En ik wil met name ook de junior vaktalenten van harte aanmoedigen om je grenzen te verleggen. En om je dromen waar te maken. Want door al expert te willen zijn op je vakgebied, word je de beste. Ik wens jullie heel veel succes, genomineerden. En mogen de beste vakman, beste vakvrouw winnen vanmiddag. Ik dank u. Jo van Ham, dames en heren. Ja. Het is ook mooi dat elk jaar ergens anders deze prijs wordt uitgereikt. 4 jaar geleden overigens ook op de Technische Universiteit. Dus het is bevallen, daarom zijn we weer terug. Op al die plekken vorig jaar bij VDL. Waar ook nu weer heel veel mensen van genomineerd zijn. Er stond echt zo'n heel rijtje, allemaal VDL. Dus dat betekent ook dat het echt een bedrijf is waar goede vakmensen werken. En dat geldt natuurlijk voor meerdere bedrijven. Ja, wie is die ingenieur Noordhof nou? Zullen we misschien afvragen. Nou, straks wordt dat nog even uitgelegd. We hebben ook een foto van die meneer, want hij leeft niet meer. Maar hij heeft wel iets heel moois gedaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat hij geld gaf, zodat deze prijs georganiseerd kan worden. En dat we toch aandacht blijven vragen voor die vakmensen. Nou, wat gezegd, we hadden een paar mensen die graag iets wilden vertellen. Meneer Van Ham heeft dat net gedaan, heeft ons allemaal welkom geheten namens de Technische Universiteit. En nogmaals duidelijk gemaakt hoe belangrijk deze regio is. Ja, en daarover gesproken deze regio, hij liet het woord al eventjes vallen, Brainport. Ja, het is een mooi woord, we zijn ook de slimste regio van de wereld. Die titel mogen we eeuwig houden, al heeft dit jaar iemand anders die titel ook gekregen. En iemand die daar heel erg verantwoordelijk voor is, voor Brainport, dat is de mevrouw die ik nou op het podium ga vragen. 16 jaar lang heeft ze dat helemaal opgebouwd en toen was dat op het hoogtepunt, en het kan misschien nog wel meer, en toen dacht ze, ik ga eens wat anders doen. Bij de ZLTO, een hele andere tak. Maar toch weet je die twee werelden mooi te combineren in wat ze ons nu gaat vertellen. Dames en heren, Elies Lemkes. Dankjewel voor de introductie. En Brainport, dat zijn we hier allemaal, hè, met z'n allen vooral. En wat ik in beide werelden tegenkom, dat zijn vaklieden. En daarom zijn we vandaag bij elkaar. En vind ik het een enorme eer om uitgenodigd te zijn om hier iets te mogen vertellen. En dat ga ik doen. Moet ik even kijken. De afstandsbediening, is dat... Afstandsbediening? Naast de microfoon. Ik kom even kijken. Oh ja, oké. Kijk eroverheen. Sorry. Over techniek gesproken. Hè? Maar op de eerste plaats wil ik alle genomineerden natuurlijk alvast feliciteren. Want genomineerd zijn voor deze prestigieuze prijs, dat is al een enorme eer. En ook alle die daarbij horen. Hè? Familie, vrienden, bekenden en natuurlijk de bazen, ondernemers die deze genomineerden in dienst hebben. Ik vind het ontzettend leuk als je hier rondloopt en het meeste wat me eigenlijk treft is de passie die ik zie bij jullie. Die echt, vind ik echt fantastisch. Of het nou is of je een machine maakt. Ik sprak iemand van VDL, ik weet niet waar die zit. Een machine maakt waarmee je verpakkingen maakt. En toch ook nog wel even kijkt in de supermarkt van hey, dat zakje, dat heeft niet lekker in die machine gezeten. Dat vind ik mooi. Tot degene die aan het landingsgestel werkt van een helikopter. En daar nog nooit in heeft mogen zitten, wat ik dan wel heel jammer vind. Maar goed, dus het straalt van de mensen af. Of dat je een biertap maakt met gewone ijsklontjes erin. En noem maar op, in de bouw. Fantastisch om te zien. Dus er genoeg om hier vanmiddag te mogen zijn. En ook complimenten natuurlijk aan de Stichting Bevordering Vakmanschap. Want actueler dan ooit. Het gebrek aan technisch geschoolde mensen. Enorm probleem. De brancheorganisatie FME luidt de noodklok. Bedrijven dreigen zelfs te vertrekken door het gebrek aan mensen, dat wordt nu ook geroepen. Dus in feite zijn jullie die hier zitten en ook mensen motiveren om daarin te studeren of te werken, paradepaardjes voor de Nederlandse economie, rolmodellen wil je het zo zeggen. Kijk heel even naar het regeerakkoord, dan zien we dat ook de regering dat onderkent, dat belang, techniekpact 2020 wil men sluiten, bedrijfsleven, onderwijs, stages, doorstroom stimuleren, schooluitval verminderen. En ja, het goede nieuws is dat er dan 250 miljoen extra komt voor het mbo-onderwijs. Kwaliteit van leraren en schoolleiders om daarin te investeren. En in techniekonderwijs en vakscholen. Nou, allemaal goed nieuws. Maar ik denk dat het motiveren van mensen het allerbelangrijkste is. En ook hier in Brabant worden allerlei akkoorden gesloten. Het Brabants akkoord op de arbeidsmarkt om dat allemaal te stimuleren. Vakmanschap is meesterschap. En dat
Hoort niet alleen bij een beroemd biermerk, denk ik dan. En ja, om hier nou vakman of vrouw te zijn, dat is best bijzonder. Want dat betekent dat je meesterschap vertoont in de slimste regio van de wereld. Vorig jaar werd deze regio dat en dat is eeuwige roem, net als dat je Olympisch kampioen wordt. Dus dat blijven we ook. En dan ben je ineens vakman of vakvrouw tussen de nerds, hè? Zou je kunnen zeggen. We zitten hier op het TU-terrein. Maar deze regio zou helemaal niet de slimste hebben kunnen worden zonder jullie, zonder vaklieden. Want het gaat in deze wereld van high-tech niet alleen om het uitvinden en bedenken van alles, maar vooral ook om het doen en het maken. Als dat niet gelukt zou zijn, zouden we het nooit geworden zijn hier en we blijven het ook. Het gaat ook om een combinatie van hoofd, handen en hart. En als ik hier rondloop, dan tref ik dat ook aan. Dan zie ik dat ook. En ik las wat kwalificaties van jullie, van de genomineerden, op de website van VDL. Ik zie Wim ook in de zaal. En daar zie ik termen als direct, eerlijk, betrouwbaar, goed gehumeurd, gemotiveerd, iemand die kan coachen, stressbestendig, prettig als mens. Ik denk dat dat nog wel zo belangrijk is als alle technische kennis. Als je in staat bent om mensen te motiveren, en dat zijn jullie allemaal, want anders zouden jullie hier niet zitten, of daartoe in staat zijn, dan zouden jullie dat niet doen. Denken, doen en maken is dus onlosmakelijk met elkaar verbonden in deze wereld. En daarmee kom ik op een vergelijking met Willy Wortel. En de Willy Wortels, of dat nou in het groen is of in de techniek, die sympathieke vogel, die in zijn enthousiasme soms zulke slimme dingen bedenkt en doet dat het niet meer werkt. Maar het dan ook weer laat werken. En daar moest ik aan denken toen ik hiervoor uitgenodigd werd. Eigenlijk zijn jullie allemaal Willy Wortels. En die Willy Wortels die tref ik ook aan op dat boerenerf. Want op dat boerenerf wordt heel veel geïnnoveerd. Alleen, dat weten mensen niet zo, maar als ik nu daar kom, dan zie ik aardappelsorteermachines en plantstekmachines, et cetera. Die ik nog nooit gezien had. En dan denk ik, hoe is dat toch in elkaar geknutseld? En dat gebeurt vaak door boeren zelf, het wordt niet gepatenteerd, soms ook wel in productie genomen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien, want menig metaalbedrijf, menig megatronica bedrijf is ook ontstaan in het landelijk gebied van die Brainport-regio. En dat maak ik nu dus zelf mee. Er wordt heel veel geïnnoveerd en dat moet ook, want als je ziet dat die groene sector, die land- en tuinbouwsector, die krijgt ook allerlei nieuwe rollen in deze maatschappij. Want als je denkt aan energie, groene energie, als je denkt aan gezond voedsel, uiteraard natuurlijk, maar ook als je denkt aan grondstoffen voor ecologische verf, voor bioplastics, dan zie je dat die innovatie ook steeds meer plaatsvindt op die verbindingsvlakken van allerlei sectoren. Dat betekent dat ook die land- en tuinbouw veel mensen als u nodig heeft, technisch geschoolde mensen. En wij als ZLTO, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, doen heel veel aan innovatie, zo'n 100 projecten per jaar met al die partijen. En wij zorgen ook dat, dat er heel veel gedaan wordt aan goed onderwijs. En daar zitten ook wel weer overeenkomsten tussen technisch onderwijs en groen onderwijs. En nou, je hoort wel eens over topsectoren, die sectoren die zo belangrijk zijn voor onze Nederlandse economie. En die hebben ook allemaal een agenda gemaakt voor het onderwijs van de toekomst. En daar zie je dat er heel veel gekeken wordt naar dat groene onderwijs. De Green Way wordt dat dan genoemd. Omdat dat van ouds al gestuurd wordt door de vraag. Dus wat bedrijven nodig hebben, dat wordt onderwezen in dat groene onderwijs. De NCB, de voorganger van de ZLTO, heeft heel veel scholen opgericht. In 1966 waren dat er nog 70, met 7000 leerlingen. Nou, dat doen we helemaal niet meer. Het wordt nu allemaal netjes door de WUR en de HAS, de Hoge Agrarische School, en Helicon, het middelbare beroepsonderwijs. Hier zie je een aantal scholen in Den Bosch, de Hoge Agrarische School en Helicon bijvoorbeeld. Die regelen dat nu. En het doel van het onderwijs is een maatschappelijke bijdrage te leveren van het groene kennissysteem aan de economie en de samenleving, om dat te versterken. En ik denk, en dat wordt op verschillende manieren gedaan, met drie pijlers. Men werkt aan leven lang leren. Nou, er zitten hier verschillende genomineerden in de zaal die daar het bewijs van zijn, denk ik ook. De tweede pijler is kennis en innovatie. Daar heb ik al het nodige over gezegd. En de derde pijler is groene kennis voor burgers. En dat wordt ook verspreid via websites, het Groene Kennisnet. Ook interessant om eens op te kijken.
Nou, ik ga een beetje naar het slot van mijn verhaal. Ik zal maar even kort spreken, maar ik wil toch kijken van waar we ook de handen in één kunnen slaan. Als groene sector en als high-tech of sector van het maken. En dat is inderdaad op het gebied van het onderwijs. En er zijn die hele goede ROC's in de omgeving in Eindhoven en Helmond die dat natuurlijk al heel goed aanpakken. Maar misschien kun je nog wel veel meer leren van elkaars methode op dat gebied. Tenminste, dat is mijn ervaring. Waar je ook veel van kunt leren is die samenwerking. Die land- en tuinbouw werkt met een heleboel sectoren samen, met de samenleving samen. Maar ook veel met high-tech, met chemie, met design, et cetera. Ik denk dat we daar ook nog veel meer zouden kunnen doen gezamenlijk. En eigenlijk denk ik, en daar wil ik ook, eigenlijk is dit ook een voorbeeld van die samenwerking tussen de land- en tuinbouw en de high-tech. Precisielandbouw is een sector die belangrijk gaat worden. Met behulp van satellietdata kunnen boeren met behulp van high-tech systemen precies bepalen waar ze moeten zaaien, wanneer ze moeten beregenen, wanneer ze het beste gewasbescherming kunnen toedienen. En dat betekent dat je dat heel efficiënt kan doen. Dus er meer aan kan verdienen, maar ook minder schadelijk of meer duurzaam kan werken, zoals dat dan tegenwoordig heet. Er moet een heleboel uitgevonden en ontwikkeld worden op het gebied van die precisielandbouw. Dat staat nog maar in de kinderschoenen. Dus ik kijk jullie eigenlijk allemaal aan, want het is heel erg noodzakelijk dat daar de goede apparaten voor ontwikkeld worden waar boeren en tuinders ook mee om kunnen gaan. Dus een enorme uitdaging ligt er op dat snijvlak van techniekonderwijs en groen onderwijs. Dus daar sluit ik ook mee af. De wereld van grijs en groen, om dat meer met elkaar te verbinden, en dat gebeurt ook al wel, maar er liggen hele mooie nieuwe uitdagingen op economisch, maar zeker ook op maatschappelijk gebied. En die overeenkomst, daar kom ik ook op terug, hoofd, handen, hart, dat tref ik hier aan, bij jullie als vaklieden, maar dat tref ik dus heel ook erg sterk aan in die land- en tuinbouwsector. En ik denk dat hele belangrijke kernwaarden zijn om niet alleen economisch, maar ook sociaal en maatschappelijk resultaat te bereiken. Daarmee kun je die combinatie ook heel veel mensen inspireren. En een soort ambassadeur zijn, want dat ben je eigenlijk als je genomineerd bent al vanzelf, voor techniek, het werken in de techniek en het werken ook in die land- en tuinbouw. Ik sluit af. En ik wil jullie daar ook graag toe uitnodigen om die inspiratie ook vooral te blijven overdragen. Of je jong, oud bent, man, vrouw, maakt niet uit. Dus geweldig om dat te kunnen doen. En ik sluit af met een mooi plaatje. Ik weet niet of Jan van Hulst in de zaal is. Maar dit is een kunstwerk dat hij heeft gemaakt. Hè? Metaalbedrijf uit Eindhoven. Voor op de Floriade. Ik denk, nou, dat vind ik een mooi beeldmerk waar grijs en groen verbonden wordt. Een combinatie van design, het is door een designer ontwikkeld, het heet The Whale, hè, de walvis, van metaal gemaakt door Jan van Hulst hier in Eindhoven, was niet gemakkelijk met zijn rubber drukpers en gevuld door de groene sector. Heel veel succes zometeen met het uitreiken van de prijzen en succes in jullie werk verder. Oké, dankjewel. Dames en heren, Elise Lemkes. Dankjewel. Ik zag er overigens meer een hart in dan een walvis. Ik weet niet hoe dat bij jullie zat, maar mooi was het in ieder geval wel. Daar gaat het natuurlijk om. Ja, en dit zijn natuurlijk die prijzen. Prachtig zijn ze, hè? Ik vind ze helemaal ook vakmanschap om dit te kunnen maken natuurlijk. Het staat er ook op, de Noordhofprijs. Als je die toch op je schouw hebt staan, of waar je hem dan ook neer wil zetten, maar dat lijkt me een mooie plek. Toilet is ook weer zoiets, al zit je er wel vaak. En dit is voor de junioren ook een mooie prijs, ook een opsteker. Ja, mooi. Nog even trouwens, iedereen heeft hier waarschijnlijk zijn auto staan. Sommigen zullen op de fiets zijn, wandelend, maar de meesten zullen toch met de auto zijn. We hebben allemaal zo'n inrijkaart gekregen. Jullie krijgen ook een uitrijkaart. Als je hem nog niet hebt, die kun je ophalen bij de congresbalie. Dat zie je zo om het hoekje. Er staan dames voor je klaar, dan krijg je erin. Dan kan je je oude kaartje weggooien. Dus je hoeft niet bij deze zo dat je eerst je ene kaartje erin en dan heel veel gehandeld en dan het volgende kaartje. Nee, het is gewoon makkelijk. Nieuw kaartje erin. En je kunt straks wegrijden. Maar dat even terzijde, heb ik dat vast gezegd, kan ik dat niet meer vergeten. Dat is mooi. Ja, wie was die meneer Noordhof? Nou, daar gaan we nu antwoord op krijgen. En op nog een aantal andere zaken. En we gaan ook nog wat mensen in de bloemetjes zetten. En daarvoor nodig ik graag uit hier op het podium de voorzitter van de Stichting ter Bevordering van het Vakmanschap. En dat is Jos Smetsers. Dan komt hij aan, dames en heren. Geef hem een hartelijk applaus. Je hebt ook een dagspeldje wat je wil. We gaan zo beginnen. Is helemaal goed. Ja, we kunnen alles hier in deze technische regio. Hè? Ja, de vraag was even, god, hoe was dat nou ook weer, ingenieur Noordhof? Nou, die was vicepresident bij Philips.
en al jarenlang destijds heel erg begaan met vakmanschap. En dat vond hij zo belangrijk dat hij destijds, en dan praten we over 1986, geld doneerde om aan de Stichting voor Bevordering Vakmanschap de kans te geven om eigenlijk jaarlijks aandacht te vragen voor het vakmanschap. En dat doen we wederom vandaag. En dat werk en kan worden voortgezet eigenlijk ook met de financiële steun die wij steeds krijgen van onze sponsoren. En daar zijn we heel erg blij mee. Want het doel van deze prijs, dat is de promotie van het vakmanschap. En hier zit nou een vertegenwoordiging, dat zijn jullie, die hier zitten van dat vakmanschap in deze regio. En het is genoeg naar voren gebracht hoe ontzettend belangrijk dat is voor deze regio om het succes waarop we staan nog verder uit te breiden. Cruciaal. Geachte genomineerden, familie, sponsoren, dames en heren, van harte welkom hier vandaag bij de jaarlijkse uitreiking van de Ingenieur Noordhofprijs. We zijn inderdaad hier vandaag voor de tweede keer te gast. 4 jaar geleden was het heel goed bevallen. Net zo goed als dat het mij beviel zo'n dikke 30 jaar geleden toen ik hier regelmatig kwam. En we kunnen dat gerust zo zeggen, want dit is een van de meest gezaghebbende kennisinstituten in Nederland. Al sinds 1956, dus 56 jaar lang. Met binnen Brainport inderdaad een stuwende rol in de ontwikkeling van Noord-Brabant en deze regio tot het instituut van wereldklasse wat deze regio eigenlijk vandaag de dag is. En het motto van de TU Eindhoven, dat is mens agitat molem, de geest beweegt de massa. En die dynamiek, die heb je nodig om verder te komen. En dat zie je ook terug in de toekomstplannen van de TU Eindhoven. De transformatie van de universiteit tot een science park. Een groene campus die nog meer dan nu midden in de samenleving staat. De TU vervult daarbij een essentiële rol voor Brabant. Het is inderdaad de brug ook tussen wetenschap en praktijk. En die samenhang, dat zorgt er nou voor dat die maakindustrie hier in deze regio zo goed vooruit wordt geholpen. Een industrie die springlevend is en een hele grote toekomst heeft. Ondanks de bedreigingen van buitenaf. Want zijn er die? Ja, zeker wel. Die zijn er wel degelijk. Het is een tijdperk met heel veel onzekerheden. Ook op het gebied van de economie. Dat zien we elke dag weer. Je hoeft de krant maar open te slaan, naar tv te kijken. Maar ook een tijd van vernieuwingen. En daarmee met nieuwe kansen. De wereld wordt steeds kleiner, grenzen vervagen. Internet, we hebben het allemaal. We zijn allemaal direct bereikbaar. Dus we weten meer en meer informatie en zijn sneller op de hoogte. Kortom, ook weer een tijd voor ouderwets ondernemerschap. Kansen grijpen dus en flexibel zijn, aanpassingsvermogen hebben en proactiviteit. Dat zijn zo van die steekwoorden, die sleutelwoorden. En wat is dan nou wat daar weer het verschil maakt? Jawel, wederom die vakman of vakvrouw die dat met zich meebrengt. En ik ben daarom heel optimistisch eigenlijk over de toekomstkansen van deze regio. Want in Brabant, daar barst het van de hele goede bedrijven en gezonde ondernemingen die elke kans eigenlijk in de markt weten uit te nutten. En dat is niet alleen het bekende rijtje van de grote namen, maar dat zijn heel veel bedrijven in deze regio die zich heel goed weten aan te passen aan wisselende omstandigheden en daar elke keer eigenlijk ook weer sterker uitkomen. Ondernemingen die als geen ander weten om te gaan met cyclische markten en daarop weten te anticiperen. ASML, VDL, DAF, bekende voorbeelden, maar ook zoals dus gezegd heel veel kleinere bedrijven. Met het resultaat, de regio Eindhoven is een van de belangrijkste economische motoren van Nederland, zeg maar gerust van Europa. En de kracht van die motor, die is nou weer sterk afhankelijk van de opleidingsmarkt. En daar zit hem toch inderdaad wel het knelpunt, het probleem. Want die instroom in technische opleidingen is eigenlijk op alle niveaus te laag om te voldoen aan de zuigkracht die deze regio daarin heeft. En dus aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. Willen wij in de toekomst in de top van Europa blijven meespelen, en liever gezegd nog in de wereld, dan kan dat ook alleen maar als er voldoende goed gekwalificeerd personeel is. En om die doelstelling te kunnen realiseren, streven ondernemingen naar nog meer samenwerking met kennisinstituten, met onderwijsinstellingen. Maar ook omgekeerd. Dat hebben we zo vandaag gezien. En een van die vele tientallen initiatieven die op dit gebied er is, dat is het Tech Lab, een samenwerking tussen de ROC en Brainport Industries. Dat is een coöperatie, Brainport Industries, een coöperatie van bedrijven in deze regio, waarvan er een aantal hier in de zaal zitten. En het doel is niet alleen om specialistische opleidingen te bieden
voor mbo-studenten in de techniek. Maar misschien en nog wel meer, en dat is misschien nog wel belangrijker, om mensen te stimuleren die techniek in te gaan. Het gaat in januari van start en ik vind het een geweldig mooi initiatief. En dat zal er zeker voor zorgen dat er meer instroom komt van vakmensen. Maar misschien is het ook wel zo dat hij denkt, hoe zit het nou eigenlijk met de bouw? Want daar barst het ook van de vakmensen. En de bouw die zit echt in zwaar weer. Inderdaad zijn soms de omstandigheden zo dat zelfs het allerbeste vakmanschap het tij niet kan keren. Laten we maar eens hopen dat de sterke concurrentiekracht van de maakindustrie in deze omgeving, in deze regio, op termijn ook weer zal helpen om de bouw aan de gang te helpen en uit de malaise te komen. Want als het goed gaat met de maakindustrie, dan zal het op termijn ook zeker helpen om die bouw vooruit te helpen in de toekomst. Ik heb het al eerder gezegd, vaklieden die maken het verschil. En dat is precies de reden waarom dat we hier vandaag zijn, om dat maar eens goed te benadrukken, om jullie daarbij in het zonnetje te zetten. Er zijn wat woorden over gevallen, want wat is vakmanschap nou eigenlijk? Dat is drive, dat is passie. Maar wat onderscheidt nou vaklieden van hun collega's? Als we de lijst bekijken van genomineerden, dan vallen er weer die gemeenschappelijke zaken op. Belangrijke waarden van de onderneming. Brede interesse. Sociale vaardigheden staan klaar om een ander te helpen. Zijn ook trots. Bereid ook om anderen op te leiden. En veel komen tegen in de aanbevelingen van de genomineerden is vasthoudendheid, wil om iets goed te doen, iets af te ronden, de drive om kwaliteit te leveren. Het is duidelijk dat vakmanschap veel meer inhoudt dan iets goed kunnen. Het is ook het enthousiasme en de passie uitdragen, dat overdragen aan een ander, die ander daarmee haast te infecteren om ook beter te worden. En creativiteit speelt erbij een rol. Iets bedenken wat een ander niet heeft. Ik zei lol en dat is niet voor niks, want lol moet je ook hebben in je vakgebied. Dat brengt een heleboel energie. Dingen beter doen. Inventiever zijn, efficiënter zijn. Als het op de ene manier niet lukt, dan maar anders. Maar wel komen met een oplossing. Niks is te veel. Net even iets handiger zijn. Dat allemaal, dat onderscheidt de echte vaklieden. Ze zijn innovatief, zoeken naar nieuwe wegen en nieuwe werkmethodes. En zien problemen eigenlijk niet als probleem, maar eigenlijk als de volgende uitdaging. En vinden het ook een eer om jonge mensen op te leiden en ze eigenlijk de kunstjes van het vak bij te brengen. En last but not least, vakmensen die gaan altijd voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Altijd en overal. Je kunt erop bouwen. Geen wonder dat zulke mensen, dat jullie, zo bijzonder waardevol zijn voor jullie werkgevers. Maar ook niet alleen voor jullie werkgevers, ook voor hun klanten. En niet te vergeten voor jullie collega's. En dat ondernemers, jullie bazen, trots zijn op jullie binnen het bedrijf, dat blijkt elk jaar weer uit de grote belangstelling die we hierbij hebben. Dit jaar met 29 genomineerden, een volle zaal. Dames en heren, genomineerden, ik stel het geduld nog even op de proef. Want voordat we overgaan tot het voorstellen van de genomineerden voor de Jong Vaktalentprijs en de Noordhofprijs, wil ik nog even uw aandacht vragen voor het Brabants succes in een grote beroepenevenement van Europa, Euroskills. Vorige maand in België waren er zo'n 400 jongeren uit 23 landen die met elkaar de strijd aangingen om uit te maken wie nou eigenlijk de beste was op hun vakgebied. En twee studenten van de ROC behaalden een schitterend resultaat. En daarom hebben we ze vandaag hier. In de sector robotica kregen Leon Koppens uit Riethoven en Ruud Rooijakkers uit Gelderop de zilveren medaille voor excellent vakmanschap. Ze studeren allebei aan de School voor Techniek aan de ROC hier in Eindhoven. Komen jullie naar voren? Leon Koppens en Ruud Rooijakkers. Ja, even hier staan, dan zien we ze ook goed, hè? Even in het volle licht, jongens. Kom maar even hier staan, Jos. Nou zien we ze niet, hè? Dat is natuurlijk zonde, ze hebben wel de spotlight nodig, natuurlijk. Hé, hey, jij bent? Leon. Leon, hallo. En jij bent dan Ruud? Ja, ik ben Ruud, inderdaad. Maar jullie zijn van die jongens die van jongs af aan jullie moeder waarschijnlijk tot gekheid dreven met al die kleine dingetjes uit elkaar te halen en weer iets in elkaar te freubelen. Ja, dat klopt helemaal. Ik heb ook zo'n zoon van 6. Ja, die haalt alles, is alles weer stuk. Ja hoor, dan heeft hij het weer gedaan. Dat deed jij ook. Ja, klopt. Ja, en jij deed dat ook?
Ja, dat is vanzelfsprekend. Mijn vader zat zelf ook in de techniek en die nam van alles mee naar huis. En die zei, hier, ga maar uit elkaar halen. Dan blijft de tv tenminste heel. Ja, mijn poppenhuis ging daar met mijn broer. Dat deed hij ook altijd. Ja. Oh, jullie. Oh, jongens toch. Maar jullie hebben het wel heel goed gedaan, want jullie hebben die zilveren medaille gekregen. En nu, wat ga je nu doen? Wij hopen dat we gekwalificeerd worden voor de World Skills en de wereldkampioenschappen. Maar dat is nog even afwachten, want dat wordt eind november, eind deze maand, wordt dat dus pas bekend gemaakt. Nou, we houden jullie in de gaten. Of jullie in ieder geval een mooie bos bloemen en een mooie envelop van Jos. En jongens, ga zo door, hè. Nu mogen jullie het. Hartstikke goed. Dames en heren, Leon en Ruud. Ja, en Jos die blijft... We gaan een beetje een duo zijn, toch Jos? Ja, toch? We gaan een beetje een duo zijn nu, hè? Ja, we zijn nu een duo, want we gaan nu... Ja, nou wordt het spannend. Hebben jullie het allemaal nog een beetje? Gaat het nog een beetje? Met de zenuwen en alles? Jawel, toch, hè? Nu gaat het een beetje beginnen, alhoewel. We gaan eerst eens even jullie aan elkaar voorstellen. Voor zover je het nog niet gedaan hebt, daar... hier op die mooie ring hieromheen... hebben jullie allemaal een filmploeg op bezoek gehad. Ook van studenten trouwens. Die ook allemaal het vak ambiëren om iets goeds en iets moois te gaan maken. Nou, dat hebben ze gedaan. Ze hebben jullie van hier naar daar laten lopen. En heel veel, pak het nog eens op. En we moeten dat nog in beeld brengen. En dat nog en dat nog. En jullie dachten waarschijnlijk al van, oh, schiet toch op. Laat me mijn werk doen. Maar het is een mooi filmpje geworden, al die uren werk van jullie. En dan gaan we nu naar kijken. De eerste 10 genomineerden voor de Ingenieur Noordhofprijs 2012. Ik ben Andy, 30 jaar, ik kom uit Utrecht. Ik werk bij VNB UVA International in Eindhoven. En mijn werkzaamheden zijn montage, afstellen, testen van vakmachines. Ik ben trots op mijn werk omdat ik uitdagend en afwisselend werk heb. Ik vind het leuk om voor dit bedrijf te werken omdat ik prettige collega's heb, een fijne werksfeer. En het werk is altijd uitdagend en afwisselend. Ik ben Harm van der Elzen. Ik werk bij VDL ETG. Ik ben monteur en ik werk in de montage bij VDL ETG. Ik ben trots op mijn werk omdat we een breed scala van werkzaamheden hebben eigenlijk. Waar je eigen kwijt kunt en wat je eigen kwijt laten kunnen, zeg maar. Ik vind dit bedrijf leuk om voor te werken omdat er elke dag eigenlijk weer een uitdaging is. We weten 's morgens nooit wat we smerig vinden. Mijn naam is Henry Rijkers, ik werk bij Philips Healthcare en ik ben hier troubleshooter. Ik vind het leuk om hier bij Philips Healthcare te werken, omdat ik mijn eigen daar helemaal in kwijt kan en mijn eigen kan ontplooien. Ik ben trots op mijn werk voor het medische apparaten die we hier maken, voor de buitenwereld dat de mensen daar ook iets mee kunnen doen. Op dit moment doe ik het project Simply Philips. Dat vind ik een heel leuk project, dat we ook meteen resultaat zien. Het is, dat is hartstikke leuk. Ik ben Patrick Zwanen, 40 jaar, woon in Helmond en sinds 1994 werk ik bij Frank in Nederland. Ben ik leidinggevend op een speciale afdeling. En een speciale afdeling daar maken wij maatbladen voor de keuken, bierbladen en de mobiele buffetten. Waar ik het meest trots op ben is de afdeling onderbouw noemen wij hem, dus waar de mobiele buffetten worden gemaakt. Ik ben daar zelf mee begonnen in principe en ik heb het vanaf de grond af opgebouwd tot waar het nu is. Mijn naam is Iwan de Keizer, ik ben 39 jaar, ik ben werkzaam bij Burgerbouw al bijna 7,5 jaar en ik zit ongeveer 20 jaar in de bouw als overal timmerman. Het leukste in het werk vind ik de variatie, ik zit overal en nergens. Het is hartstikke leuk om elke dag uitdagingen tegen te komen en die op te lossen en dingen te maken. Ik ben heel erg trots op mijn werk als ik een leerling bij me heb die ik nog meer enthousiast kan maken voor het vak. Mijn naam is Kevin Eerbeek, ik werk bij DAF Trucks en ik ben teamleider. Het meeste trots op ben ik op die geweldige auto's die we hier maken. De
Het leukste aan mijn werk vind ik het samenwerken met mijn collega's. Het onverwachte, dus iedere dag weer iets anders. Ik ben Theo van der Hurk, ik ben 30 jaar, geboren in Helmond. Ik werk bij Hurksbouw Zuid. Ik doe allerhande timmerwerken, vanaf fundering tot aftimmeren. Ik ben trots op het werk, omdat je hebt toch elke keer weer, elk gebouw is jouw gebouw. En daar ben je trots op dat je het hebt mogen maken. Ik vind Hurks leuk om ervoor te werken, omdat de collega's zijn goed en eerlijk voor elkaar. Je hebt heel veel variërend werk. Hurks wil ook naar de persoon luisteren als je eventueel goede ambities ambieert. Mijn naam is Marco Huijbrechts. Ik ben al 28 jaar werkzaam in de metaal. Ik werk bij AAE de Helmond. Mijn werkzaamheden zijn 10% leidinggeven, 90% werk ik mee, waaronder lassen en plaatwerken. En de laatste tijd is mijn hoofdtaak laserlassen. Het leukste van mijn werk vind ik zelf de grens opzoeken van techniek. Ik ben Ronald Verpelt, ik ben getrouwd, 2 kinderen, woon in Tilburg, ik werk 22 jaar bij Govely als inbedrijfsteller. Ik ben het meest trots op mijn werk omdat de veelzijdigheid met allerlei mensen, verschillende niveaus, zeker met leerlingen, om die op een bepaald niveau te kunnen krijgen en daar die complexe technieken mee te mogen geven. Ik vind het leuk om voor een bedrijf te werken dat de veelzijdigheid en de complexiteit van de totale installaties het zeer aantrekkelijk maakt en dat je over je werk na moet denken. Mijn naam is Johan Dilly. Ik werk bij VDL Gereedschapmakerij als gereedschapmaker. Ik ben trots op VDL. Het is een erg mooi bedrijf. Ik heb fijne collega's en we maken heel veel producten. Daarnaast ben ik trots op mijn functie. Ik werk graag met mijn handen en ik kan het vak mogelijk wegleren aan de jongere generatie. Ja, dat waren de eerste 10 genomineerden. Wat ik nou zo leuk vind, ik heb net met jullie allemaal staan praten en hebben jullie het allemaal uitgelegd. Nou zag ik het ook op jullie werkplek. En dat is toch heel anders. Bijvoorbeeld als je Johan uitzag rollen aan mij. Ja, ik snap het hoor. Ja. En toen zag ik, zo, leuk, mooi. Mag ik naar voren, de mensen die we net gezien hebben. Hamdi Slimane van PMB UvA International. Harm van den Elzen van VDL ETG Eindhoven. Henry Rijkers van Philips. Patrick Zwanen van Franke Nederland. Iwan de Keizer van aannemingsbedrijf Van der Burgt. Kees van Herenbeek van DAF Trucks. Die die enorme auto's, als ik gewoon de auto's noemde. Ik vind het toch echt vrachtwagens. Theo van den Hurk van Hurksbouw Zuid. Marco Huijbrechts van AAE. Ronald van Pelt van Kovely Zuid-Nederland. En Johan Delle, VDL gereedschapsmakerij. Een applaus. Even kijken, waar staat hij ook alweer hoor? Kees, waar sta je? Ja, Kees. God, Kees. Noem jij nou gewoon zo'n enorme vrachtauto gewoon een auto? Ja, het blijven auto's. Ik zie toch even anders dan auto's. Maar ja, passie voor je werk, hè? Ja, echt wel. Echt wel. Al 26 jaar. Ja. En is het toevallig dat jouw baas hier jou dadelijk een oorkonde uit gaat reiken? Of? Nee, weinig mee te maken. Weinig mee te maken. Ja, is gewoon zo. Even kijken, ja, hier ook zo'n man met... Ja, jij hebt het me zo mooi uitgelegd en ik snapte het een beetje. En nou zag ik, gereedschapsmaker. Dat klopt. Ja. Nou snap ik het een beetje. Ja. Dan heb ik het misschien toch niet goed uitgelegd. Nou, jawel hoor. Maar jij leert het ook aan anderen. Ja, aan de jongere generatie. Ja, want dat is nodig? Dat is nodig, ja. Zeg, de gemiddelde leeftijd bij ons in de fabriek ligt gewoon wel hoog. En dat moet naar beneden? Dat moet naar beneden. Nou ja, en mede door jou zijn er nog meer vakmensen die we kunnen opleiden. En hier deze, ja, ik vond jou zo prachtig. Jij vertelde mij het van, jij stond daar zo trots hè, toen ik mijn rondje maakte. Jij stond alleen maar te lachen. Ja, dat hoort toch ook. Je moet plezier hebben in het werk. En nou sta je weer te lachen. Ja, zeker. Ja. En sta je ook zo sta jij de hele dag? Probeer ik wel. Ja. Lukt niet altijd. Ik neem aan dat er wel eens gevloekt wordt, hè? Dat hoort er ook bij. Ja, maar nu niet, nu is het een mooie dag. En de oorkonde en de envelop, die zijn vast binnen.
Dat is toch mooi. Ik kan het allemaal nalezen waarom jij hier bent en wat je allemaal gedaan hebt en hoe goed het is. Mm-hmm. En zo meteen wordt het spannend, hè? Want dan gaan jullie, misschien ga je nog wel een keer op het podium komen. En als dat zo is, dan is die mooie prijs daar voor jullie. Dames en heren, een hartelijk applaus voor deze kanjers. Net zei ook iemand tegen mij van, ik stel elke dag, wat was het, 5 uur, waar zit je? 5 uur op of zo, en vanmorgen, ja, ik was het liefst gaan werken eigenlijk. Ik zat er maar een beetje televisie te kijken en een beetje het nieuws te volgen, maar laat mij maar werken. Dat is mooi, hè? Als je dat zegt, wie zegt dat nou nog tegenwoordig? Als je zegt dat je een vrije dag hebt en een prijs kan krijgen of dat je toch wel liever gaat werken. Mooi is dat. Nou, dit waren de eerste 10 genomineerden, maar we hebben er 29. Laten we eens kijken naar de volgende 10 genomineerden voor de Ingenieur Noordhofprijs. Ik ben Stefan Voskop, ik ben 51 jaar en ik werk in de haven bij Van der Leek Metaal. Mijn werk is meewerkend voorman op de afdeling gereedschapmakerij. Het leukste aan mijn werk vind ik de collega's onderling. Het gaat hartstikke goed met elkaar. En ik word als meewerker voorman ook wel gezien als een collega, niet als baas, zeg maar. Mijn naam is Ad Sammer en ik werk bij New Ways Industrial Systems. Mijn werkzaamheden houden in het testen van panelen en units. En als daar storingen aankomen, dan ga ik die analyseren en verder verhelpen. Het leukste in mijn werk vind ik de afwisseling, de mate van vrijheid en de samenwerking die je hier ondervindt is altijd oké. Ik ben Theo Jansen, ik werk bij Smeven Valkenswaard. Ik ben meubeltechnisch als large meewerker. Waar ik het meest trots in mijn werk ben, ja, elke toonbank echt klantspecifiek is. De leukste werkspreden bedoel vind ik echt iets, echt een speciaal meubel maken. Ik vind het leuk om met dit bedrijf te werken, omdat de sfeer is echt geweldig. Echt leuke collega's heb ik en het werk is ook zeer afwisselend en elke dag anders. Ik ben Clément de Boer, ik werk 14,5 jaar bij Bouwborg op klachtonderhoud en houd eigenlijk in dat alle voorkomende werkzaamheden verricht moeten worden. Het leuke aan mijn werkzaamheden is het omgaan met mensen, dus klanten, en dan het werk waar je daarvoor mag verrichten. En als je dan weggaat, dat de mensen zeer erg tevreden zijn over je. Het meest trots op in mijn werk is dat wij de tijd krijgen van Bouwburg om iets moois te maken en waardoor ook je vakmanschap tot uiting komt. Ik ben Carl Verheid, ben 51 jaar oud, ik werk hier bij Fokker. Ik assembleer landengestellen en westengears. Daarbij doe ik nog jonge mensen inleren. Ik ben trots op dat ik landengestellen mag maken, dus waar piloten mee op kunnen steken en kunnen landen. En dat het altijd goed gaat, tot nog toe. Dus, daar ben ik wel trots op. Ik werk heel graag bij Fokker. In het bedrijf hebben we veel verschillende disciplines. Ik heb er het meeste mee kunnen werken, dus dat vind ik wel interessant, vind ik wel leuk. Hallo, ik ben Dree van den Bogaert. Ik werk 33 jaar bij Moeskals Bouwbedrijf. En het laatste jaar is het mijn werk om de woningen af te werken en mee op te leveren. Meestal trots ben ik toch wel als weer een project netjes afgewerkt is en dat het met de juiste kwaliteit weer opgeleverd wordt. Ik vind het leuk om het vakmanschap over te dragen aan de leerlingen en aan de jeugd waar ik mee werk. Op het bedrijfslogo staat niet voor niets, op het team kun je bouwen. Ik ben Jos Hendricks, ik werk bij NTS Megatronics. En ik ben zowel mechanisch als elektrisch monteur. Ik ben trots op mijn werk omdat ik van losse onderdelen een complete machine maak en of subdelen van de machine en die dan ook afleveren. Het leukste vind ik het projectwerk en daar hangt ook mee samen dat je heel veel variatie in je werk hebt.
Ik ben Erik Kusters, ik werk met Daftruck Eindhoven als lasrobot-programmeur. Ik ben het meest trots om samen met 10 mensen een mooi product te maken. Van het begin af aan opbouwen. Het bedrijf is leuk om in te werken. De collega's staan altijd klaar voor elkaar. Goede producten, goed gelast, waar we trots op zijn. Mijn naam is Leo Hendricks, ik ben research engineer, dunne film en vacuumtechniek bij TNO. Ik ben trots op mijn werk omdat in het eindresultaat van een aantal projecten er vaak iets van mijzelf terugkomt. Het werken bij TNO is leuk omdat het werk heel erg gevarieerd is. Het is vaak een uitdaging en je werkt vaak met de laatste nieuwe spullen die er op de markt zijn. Bij TNO werk ik als research engineer en ik kan de dingen die ik leuk vind daar in de praktijk brengen. Ik ben Simon Plukker, ik ben instrumentmaker. Ik werk bij de Technische Universiteit Eindhoven, afdeling Equipment en Prototyping Center. Het bedrijf is leuk om mee te werken omdat je hier veel afwisseling hebt in werkzaamheden en technieken. Ik ben trots op mijn bijdrage in wetenschappelijk onderzoek. De samenwerking met enthousiaste wetenschappers vind ik erg leuk. Het verleggen van grenzen in maakbaarheid en nauwkeurigheid maakt mij het meest trots op in mijn werk. Ja, dames en heren, weer 10 genomineerden voor de Ingenieur Noordhofprijs. Ik ben toch wel blij dat het nog tot nu toe nog goed gaat met die landingsgestellen. Dat is toch wel prettig om dat te weten. Mooi dat je het zo zei. Dames en heren, Stefan Verdonschot van de Leegte Metaal mag op het podium komen. Ad Sanne van New Ways Industrial Systems, ook van harte welkom. Theo Jansen van Smeva, Clément den Boer. Van Ballas Nedam Bouwzorg Zuid. Cor van Rijt. Fokker Landing Gear. Tot nog toe nog goed, Cor. Jawel. Dree van den Boogaard van Moeskops Bouwbedrijf. Is ook welkom. En Peter Romboots in plaats van Jos Hendricks. Want ik wou zeggen, ik had hem niet gezien. Maar ik hoorde net dat Jos ergens op een olifant in Vietnam zit. Ja, als je dan een keuze moet maken. Dus Peter ook van harte welkom. Erik Kusters van DAF Trucks. Erik! Welkom, hoor, jongen. Volgens mij moet je hard boven de apparaten uit altijd. Leo Hendricks van TNO, ook welkom. En Simon Plukker van TU Equipment and Prototype Center. Welkom hier. Clément, ook heel even naar jou toe, hoor. Want ik sprak jou net. En de meeste mensen kunnen niet wachten om eens te stoppen met werken. Maar jij, jij wil nog langer door. Ik kan niet, ik blijf gewoon lekker werken. Ik doe er graag naar werk. Ja, want ze hadden jou gevraagd van, goh jongen, wil je nou stoppen of niet? Nee, geen beding. Echt niet. Lekker doorgaan. Nou, lekker door. Ik heb zoveel zin in mijn werk. Ja. Elke dag weer. Elke dag weer. Kijk, die moeten we hebben. Ja, en hier hebben we hem dan, hè. Het is maar wel goed dat het nog goed gaat, hè, met de landingsgestellen. Tuurlijk. Ja. Kan niemand zeggen, hè, dat nog nooit fout is gegaan, hè. Het is wel stoer werk, hè, wat je doet, of niet? Nou wel. Dat vind ik heel leuk, hè. Ja. Maar had je nou nog nooit in een helikopter gezeten, hoor ik dat nou? Nee, nog nooit. Wat is dat nou? Ik ben geen militair, hè. Mag er niet in, hè. Ja, zeg. Kunnen ze toch een uitzondering maken? Zeg van, hé, maar ik maak dit. Nee, doen ze niet. Nou, misschien wel als je de prijs zou winnen. Misschien dat we dan eens ons best kunnen doen. Ik hoop het. Ja, het zou toch wel mooi zijn, die dingen die je maakt, om dat te maken. Even kijken hier, hoor. Jij hebt me ook iets uitgelegd, want jij bent van hier, van de TU, hè? Ik ben van de TU. Dus dit is bekend terrein. EPC, Equipment and Prototyping Center, ja. Maar hier heb je denk ik nog nooit gestaan, of wel? Nee, alleen in de zaal gezeten, inderdaad. Hoe is het nou zo? Ziet er goed uit, hè? Het is ongemakkelijker. Nee, ja, zeker goed. Ja. Valt wel mee. En misschien moet je daar nog een keertje komen. Oh ja, en hier ook nog zo'n... Allemaal van die handige Harry's hier in de zaal. Echt, jullie zijn allemaal aan het vertellen. Denk ik, potverdikkie, had ik er maar zo eentje thuis die alles kan maken. Hè? Hier ook zo eentje. Jij zei dat je al 33 jaar daar werkt. En toen dacht ik, dat kan niet. Houd het je zo jong als je het leuk vindt. Ja. Dat zou ik maar zeggen, hè? Dus compliment, hè, aan jou, hè? Dat wel, hè? Ik denk, zeg het er even bij. Ja. Ja. Maar je vindt het zo leuk. Je gaat elke dag met plezier naar je werk. Tuurlijk. En we moeten nog lang dus. Ja, hoe lang nog? Ja, dat zal aan de regering liggen, denk ik, hè? Oh, jij zegt niet als ze bellen als je 60 bent. Van, dan zeg jij wel, ik ga liever naar huis. Nee, we gaan gewoon zo door. Nou, en je doet het hartstikke goed. Anders was jij niet genomineerd. Had je nu niet zo'n mooie oorkonde en een mooie envelop. Ook niet te vergeten. Ja, en hier ook nog. Nummertje 1 vergeet ik dan altijd.
Denk je dat je kans maakt om weer terug te komen hier op het podium? Kortom, dat je wint? Ja, je weet nooit, hè. Je weet pas als het voorbij is. Zo is dat. Maar jij staat hier helemaal niet op je gemak, volgens mij. Nee, niet echt. Nee, hè? Je zit veel liever daar, hè? Schijnwerpers, hè? Dat is niks voor mij. Dat is ook verschrikkelijk, kan ik je zeggen. Oh, schijnwerpers. Ga maar gauw terug dan. Misschien tot zo. Dankjewel, dames en heren. De volgende 10 genomineerden. Ja, god, wat zijn ze blij dat ze allemaal weer zitten. Hè? Potverdikkie zeg. Maar het zijn er 29. We hebben 20 mooie vakmensen gezien. 29 waarvan 2 vrouwen, dus die gaan we nu aan het werk zien. Wat doen zij dan? Het zijn ook vakmensen. En ook van hen hebben we allemaal een filmpje gemaakt. Dat zijn er nog 9. Ja, de slimme rekenaars onder ons weten dat we er nog 9 gaan zien. En kijken of we weer een paar leuke uitspraken gaan zien. Dames en heren, de laatste 9 genomineerden. Ik ben Ad van Meulen. Ik ben getrouwd, 2 kinderen en ik werk bij DAF. Ik ben allround gereedschapmaker. Dingen die ik maak, die kapot zijn, die ik repareer. En dat er ook niet meer terugkomt, zeg maar. Nou, dat is hartstikke leuk. Het is een grote machine, zeg maar. Dus het is een bedrijf wat continu in beweging is op de markt. En hetgene wat ik doe, draag eraan bij. Dat is een van de mooiste dingen die er zijn, eigenlijk. Ik ben Karel van Bakel, allround timmerman bij Adriaans aannemersbedrijf. Ik doe zakelijk stellen en maatvoeren. Ik ben vooral trots op mijn werk dat je toch iets kunt maken met je handen. Waar je later op terug kunt kijken dat je toch iets moois hebt gemaakt. Waar mensen tevreden over zijn. En ook vooral trots omdat ik leermeester ben. Dat ik de leerlingen ook iets over kan brengen van mijn vak. Ik vind het mooi om bij Adriaans te werken. Dat we fijne collega's hebben. Mooie bouwprojecten. Alles goed geregeld. En vooral in mijn eigen omgeving waar ik altijd heb. Ik ben Don Rademakers. Ik werk momenteel bij VDL ETG 8. Ik ben hier high-tech finishing, oftewel bankwerker. Ik vind het bedrijf leuk, omdat er steeds nieuwe producten ontwikkeld worden. Ik ben Herman Rooijakkers, werkzaam bij Van der Landen Industries. Ik ben trots op mijn werk, dat wij dan ook echt de kwaliteit van onze systemen kunnen laten zien. Het andere leuke aspect van mijn werk is dat ik collega's mag trainen. Ik vind Van der Landen Industries een geweldig leuk bedrijf om voor te werken. Het is een heel uitdagend bedrijf. Het is een heel groot internationaal bedrijf. En ja, daar kan ik mijn vakmanschap laten zien. Ik ben Sjaak Leenders. Ik werk bij de KNW in Eindhoven. Ik ben momenteel calculator, maar ook begeleider voor al het werk in de productie. De collega's zijn ontzettend leuk. En ik vind ook dat bij ons iedereen de doorgroeimogelijkheden krijgt tot in de top. Ik ben trots op mijn werk omdat het een geweldig mooi vak is. Wat jammer genoeg wat veel te weinig mensen voor kiezen. En het is gewoon het leukste wat er eigenlijk is. Hallo, mijn naam is Jeanette Leijten. Ik ben 42 jaar. Ik werk bij NewAce Advanced Application. Mijn functie is Electronic Assembler Allround. Ik ben het meest trots op mijn werk dat ze me de vertrouwen en de ruimte geven om te kunnen ontwikkelen zoals hier de LCA-lijn. Ik vind het bedrijf zo leuk, diversiteit aan producten en gezellige collega's. En daar zitten ze. Ik ben Edwin van Waal, ik werk bij VDL Tim Havert en ik ben engineer R&D. Ik vind het leuk om dingen te ontwikkelen, te bedenken en zo oplossingen te vinden voor het productieproces. Ik vind het leuk om bij Tim Havert te werken, omdat ik hier mijn ei kwijt kan bij het ontwikkelen van productautomatisering. Ik vind het leuk om met het automatiseringsproces bezig te zijn.
Mijn naam is Kees van Hees. Ik werk bij het bedrijf Huibrechts Raloe uit Zon. Maar ik werk momenteel in Weert. Waar ik werk dat ik doe, daar zie je rambevelling maken, stijger zetten en vegen en noem maar op. Dus als ik iets zie, bijvoorbeeld onderneem ik actie. Je begint iets ergens in de put en je brengt het omhoog tot uiting. En dan zeg ik, kijk, daar hebben wij gemaakt. Ik ben Sandra van den Bos. Ik werk nu ongeveer 5 jaar bij Philips Research. En ik werk als analist in het laboratorium. Ik ben trots op mijn werk, omdat mijn werk relevant is voor kankeronderzoek. Het leukste aan mijn werk vind ik om nieuwe experimenten op te zetten en uit te voeren. En kijken waar ik ze nog verder kan optimaliseren. Aan Philips Research is een heel inspirerend bedrijf om voor te werken. Ik werk samen met veel mensen met een andere achtergrond. En samen kom je dan tot nieuwe inzichten. Ja, mooi. Dat zijn jullie! Ik vind het wel leuk om hier op jullie werkplek ook allemaal te zien. Hè? We hebben ineens veel meer praatjes dan dat jullie hier hebben. Leuk is dat. Dames en heren, Ad Vermeulen van DAF Trucks mag op het podium komen. Ook genomineerd voor de Noordhofprijs. Ook zo'n vakman die dat al jaren doet. Carlo Verbaken van Adriaans Aannemersbedrijf. Don Rademakers van VDL ETG Eindhoven. Herman Royakkers van de Lande Industries. Jacques Leenders van KMWE. Daar is ze, dames en heren. Jeannette Leijten-Sjouw. New Ways Advanced Applications. En ik ga jou dadelijk vragen stellen, want ze zei expliciet, nee, niet doen. Ja, ik kom. Edwin Verbaal van VDL Tim Hapert. Kees van Hees van Huibrechts Rulu. En Sandra van den Bos van Philips Research. En die mogen allemaal een stapje naar voren. Allemaal een stapje naar voren, ja. Ja, dat ben ik dan. Jij was zo mooi aan het vertellen net. Is dat zo? Ja. En toen kwam er een collega naar me toe en zei, je moet er nou echt vragen stellen. Want als je een vraag stelt, in eerst zegt ze niks en dan houdt ze niet meer op. Ja, maar dat doe ik nou ook niet. Ben je ook zo gezellig op de werkvloer? Soms denk ik, weet ik niet. Moet je aan mijn collega's vragen. En collega's? Ja? Oh, even een fotootje. Staat hij erop? Ja, is voor later, hè? Is belangrijk. Dan vind je het leuk als je terugkijkt. Ja, toch wel. Maar wat doe je nou? Je zit met printplaten en dat is allemaal heel ingewikkeld. Oh, ik heb het al zo vaak uitgelegd dat ik het gewoon niet meer weet van... Maar wat wil je weten? Nou ja, wat doe je? Waar ben jij zo goed in? Nou, ik ben voornamelijk bezig met de LCA-lijn. Dat is? Ja, dat is een paneel voor een voor de MRI-scans. Ik wil zeggen voor de telefoon, want die ging al net. Nee, MRI-scan. Ja. En, oh my god. En die moet ik dan in een lijn helemaal uitbouwen of inbouwen. En, mag je geen foutjes maken, anders dan ligt iemand onder die MRI en dan doet hij het niet. Nee, mag geen fouten maken. Het zit overal in tegenwoordig, hè, printplaten. Ik kan ze gek niet bedenken. Moet wel met de tijd meegaan, denk ik. Hè? En dat ga je, want je zit er al heel lang. Ja, 17 jaar. Tjongejonge. Nou, en jij bent dus inderdaad zo'n genomineerde. En daarom krijg jij van Jos een prachtige oorkonde en de envelop van €250. Ook niet onbelangrijk natuurlijk. Kijk, en hier hebben we ook zo'n vakman. Oh, jij stond net te stralen toen jij uit aan het leggen was wat je allemaal deed. Ja, ik vind het wel fijn. Mag dat gerust of niet? Ja, natuurlijk. Oh, dat mag ik me zo zeggen. En jij wil ook nog niet stoppen volgens mij, hè? Nee, nog niet. Ik wil nog proberen als het het beste kan, hè. Mijn lik om toe laten. Ja, maar het is wel zo, als ze het dan even niet weten, dan roepen ze jou. Ja. En dan los jij het op. Dan probeer ik het op te lossen, zonder meer. Ja, kijk, en dat soort mensen hebben we nodig, en hier nog zo eentje, die toch wel zorgt, ja, eigenlijk iets heel belangrijks, wezenlijk belangrijks bijdraagt aan de maatschappij, hè? Ja, ik doe mijn best. Ja. Want ik vond het bijzonder indrukwekkend uitzien, met al die kleurtjes en al die reageerbuisjes en zo'n microscoop. Ik deed me een beetje denken aan scheikundeles vroeger. Maar jij analyseert kankercellen. Ja, ik kijk naar hoe ze reageren op chemotherapie. En dan kan jij zien van ze gaan wel of niet dood, om het even heel simpel te zeggen. Ja, daar kijk ik naar. Ja, bij verschillende concentraties. Ja. En waar wordt dat dan voor gebruikt? Is dat voor de doktoren? Want je bent bij Philips Research. Ja, uiteindelijk wel. We willen applicatie in de kliniek. Ja, mooi werk en fijn dat je er bent. Goed dat je genomineerd bent. En ook jij krijgt zo'n prachtige oorkonde. Ga ik nog even naar de andere kant. Even hier tussen de mannen staan. Nog zo'n handige Harry hier volgens mij. Hè? Zeggen ze. Want jij werkt ook in de bouw, hè? Ja.
En hoe lang al? Bijna 30 jaar. 30 jaar, onvoorstelbaar. Maar heb je al zien veranderen, denk ik, of niet? Ja, toch wel, ja. Ja. Wat is de grootste verandering? Ja, toch wel het, de ZZP'er zo in de bouw. Die toch wel, ja. En het nu zwaar hebben, hè? Met hetzelfde eigen personeel moet maken, ja. Ja. Nooit zelf aan gedacht van ik begin lekker voor mezelf, ik ben zo goed. Ja, wel eens ooit gedaan, maar blij dat ik het niet gedaan heb. Een fijne werkgever? Ja, zeker, ja. Ja. En dat blijkt ook wel, want ze hebben zeker waardering uitgesproken. Dat geldt voor jullie allemaal trouwens. Hè. De werkgevers hebben jullie zoveel waardering gegeven door je te nomineren voor deze prijs. En voor de werkgevers mogen we ook wel eens klappen. Dames en heren, dit waren de 9 laatste genomineerden voor de Ingenieur Noordhofprijs. Dank jullie wel. Jullie mogen ook weer gaan zitten. Lekker vertrouwd, weer lekker op het stoeltje zitten. En weer lekker kijken. Maar Jos, we hebben nog meer talenten. Ja, dit zijn mensen die hebben toch hun talent al wel bewezen en doen dat elke dag. Maar dat is ook een jonge generatie. Heel belangrijk dat er mensen geïnteresseerd zijn in de techniek. Want anders kunnen die allemaal niet overnemen en niet leren van deze mensen die genomineerd zijn voor de Noordhofprijs. En gelukkig zijn er goede opleidingen, ook met name in deze regio. En zij hebben ook een aantal mensen genomineerd. 4 junior talenten die al aan het werk zijn en daar hele goede dingen doen. Maar ook nog op school zitten en uitblinken. En omdat ze uitblinken, zijn zij genomineerd voor de vaktalentprijs. En dit zijn die 4 genomineerden. Ja, ik ben Marco Boks uit Gelderop. Ik werk bij DAF. Het leukst, ja, dat je overal hier wel eens komt en ja, dat je uitdagingen hebt van werken en ja, je hebt verschillende dingen. Ik ben trots op dat je meerdere machines werkt, onderdelen. Ik ben Ben Smulders, 23 jaar en kom uit Eindhoven. Ik werk bij machinefabriek Broeders Frenke en werk daar als CNC-verspaner. Ik vind het leuk aan mijn werkzaamheden dat als ik om me heen kijk naar de machines, dat er onderdelen in zitten die wij produceren. Ik ben het meest trots op mijn werk dat als ik een tekening krijg, programmeer, bewerk en dat het uiteindelijk gewoon goed is. Ik vind het zo leuk om bij dit bedrijf te werken, omdat ik hier werk met fijne collega's en ze zullen hier alles... Ik ben Kevin de Krom. 19 jaar oud, woonzaam in Eersel. Ik heb vorig jaar stage gelopen bij Hager. Hager is actief in de elektrotechnische sector. Ik heb daar gewerkt op de trainings- en kennismanagementafdeling, waarin ik trainingsopstellingen gemaakt heb die gebruikt worden tijdens de trainingen die Hager geeft aan de klanten. Het product waar ik het meest trots op ben, zijn toch wel mijn trainingskoffers. Die heb ik pas Hoi, ik ben Remco van Bogert, ik ben leerling timmerman en ik werk bij SBRH en die hebben mij uitgeplaatst bij Wijn en Bouw en Service. Ik vind hier leuk om te werken, ik heb fijne collega's, veel verschillend timmerwerk. Van waar eigenlijk niets is, kan ik toch iets maken en daar vind ik het mooiste om te doen. Daar ben ik echt trots op. Ik word goed begeleid en ik ga me iedere dag met plezier naar het werk. 4 vaktalenten. Ik vind daar van die stoere broeken, hè, met al die zakken en zo. Mooi uit. Zag er goed uit, Remco. Marco Cox mag op het podium komen namens ROC Eindhoven. Werkt bij DAF Trucks. Ben Smulders, ook ROC Eindhoven, bij machinefabriek Gebroeders Frenke. Die had een heel mooi apparaatje aan elkaar geknutseld. Kevin de Krom, ROC Eindhoven, Hager Electro. En Remco van Bogert. Uit Helmond, ROC ter A, bij SBRH, divisie Wijnen Bouwservice Mannen. Ja. Ja. Wat stond je nou te doen met dat lampje, met je iPadje? Ja, aan de sturen. Ik kan tegenwoordig mijn iPad. Echt waar? Dan luk je op je iPad en dan gaat de lamp aan. Ja,
krijg je connectie door middel van de internet, door de wireless connectie met je installatie, met de KNX installatie. En dat is een beetje waar jij in uitblinkt, hè? Daar heb je over nagedacht, hoe je dan de gordijnen van thuis en de kachel aan kan doen en zo. En dat heb je voor school ontwikkeld. Ja, educatieve lesmiddelen voor onze school, waar studenten ook leren programmeren van dit soort dergelijke installaties. Dus een leerling heeft iets gemaakt voor medeleerlingen en dat zag er super goed uit. En mede daarop sta je volgens mij hier, hè? Dat is mij zo verteld, ja. Nou ja, dan is dat zo als dat jou zo verteld is. Daar kunnen we dan geen spel tussen krijgen, dankjewel. Even kijken hoor. Ja, jij had ook, jij stond ook zo mooi uit te leggen wat je doet. En het is je passie wat je doet, hè? Ja, zeker. Het is niks mooier dan een mooi product maken. En hoe heb je dat nou ontdekt, dat dit nou is wat je zo leuk vindt? Nou, bij een kennis in een schuurtje stond een oud draaibankje. En ik wilde een duiklamp maken en zo is het begonnen. Wat wilde je maken? Een duiklamp. Een duiklamp? Ja. Ja, je moet maar iets willen maken natuurlijk. Ja. En is het gelukt, die duiklamp? Ja hoor. En toen dacht je, nou ga ik lekker in door. Ja, dat was snel bekeken. Nou, heel goed. En je bent er zo goed in dat je nou hier staat. Ja, en jij, och, je hebt zoiets moois gemaakt. Heeft u het gezien wat hij gemaakt heeft? Leg het maar even uit. Het is een soort robotje eigenlijk, hè? Ja, het was om een deur te testen van een nieuwe DAF. Oh ja, dat was ik nog even vergeten te vragen waar het voor was. Ik vond het zo indrukwekkend. En hoe heb je dat dan in elkaar? Heb je dat helemaal bedacht zelf of met hulp? Dit keer heb ik niet bedacht. Het werd door hoge mannen bedacht wat getest moet worden en jij moet opzetten. Bekant met tekeningen, alles. En dat heb je goed gedaan? Ja. Heel goed gedaan zelfs. Nou, dan nog even het laatste talent, de timmerman onder ons. We hebben veel timmermannen in de zaal overigens, want er zitten er heel wat. Wanneer wist jij dat je iets met timmeren wilde gaan doen? Vrij ook al. Jij was altijd hout naar binnen aan het slepen. Ja. Nog zo'n zoon die zijn troep naar binnen sleept, denken al die moeders dan. Maar jij was er heel handig mee. Ja. Weet je nog wat het eerste was wat jij maakte? Nee, weet ik niet. Nee, echt niet. Zoveel? Ja. Echt veel. Ja. En nu loop je in zo'n stoer pak met zo'n stoere broek. Hartstikke mooi. Nou, Jos. Ik laat ze even staan, is het goed? Want jij gaat meteen maar uitreiken, denk ik, hè? Ja, dat gaan we doen. Ja. Zeker wel. Gaan we weten wie hier dat mooie beeldje mee naar huis mag nemen. Ja, en jullie staan daar nou, de spanning die stijgt natuurlijk. En dat geldt ook voor de andere genomineerden. Maar laten we wel even zijn. We hebben prachtige filmpjes gezien. En dan kan het ook maar zijn dat er natuurlijk maar één met het beeld naar huis gaat. Maar iedereen die hier staat is in feite een winnaar op zich. Dat is een geweldige prestatie. En ik zou graag aan iedereen en in de zaal willen vragen, geef ze dan nogmaals allemaal een geweldig applaus voor. Ja, dan gaan we nu over tot die uitreiking van de Jong Vaktalent onderscheiding. We vinden het als stichting heel erg belangrijk om daar stil bij te staan. De jeugd die heeft de toekomst en die maakt de toekomst. En dat is de prijs voor de meest getalenteerde schoolgaande jonge vakman. In dit geval kan ik het daar belaten. Jonge mensen die alles in zich hebben om uit te groeien tot net zo'n kanjer als de rest van de genomineerden die hier zitten. Ze hebben alle vier een oorkunde gehad, die hebben jullie gehad, met een mooie envelop erbij. Maar dan kan er natuurlijk maar één dan de echte winnaar zijn, daarbinnen, maar eigenlijk ook weer al allemaal winnaar. Dus laten we maar eens gaan kijken wie dat geworden is. Dus ik ga nu het juryrapport voorlezen. Ik vind het een soort gouden kalf momentje dit, vind je niet? Spannend, spannend. Ik mis alleen een bekende acteur die dit komt doen, maar toch. Jos, het is helemaal aan jou. De envelop is open en de winnaar is... Ik mag het lezen. Allereerst maar eens even het oordeel van de jury. Een vaktalent waar we allemaal nog heel veel van zullen horen. Na een bewuste keuze voor het vak is deze kandidaat met enthousiasme begonnen aan de opleiding van dit complexe en moderne beroep. Door zijn gezonde fanatisme, gedrevenheid en concentratievermogen, dan komt hij rond bij de opleiding in slechts een deel van de normale tijd af en is hij zelfs al gestart met een vervolgopleiding op niveau 3. Naar verwachting van zijn instructeur rond hij zelfs de praktijk van niveau 3 ook dit schooljaar af. Dit junior vaktalent zal in de toekomst, naar de mening van de jury, uitgroeien tot een top vakman en ambassadeur voor de branche. De winnaar is jong vaktalent Ben Smulders. Ben.
Ja, daar staat hij dan. Ja. Ja, Ben. Tjonge, even ademhalen. Ja, daar sta je dan. Ja, daar sta je dan. Ja. En nu? Ja, mooi weer werken. Ik denk, jij gaat vanavond woehoe, in de lianen hangen, maar dat niet. Ja, misschien eventjes. Er moet toch wel even een drankje in zitten. Zeg, we gaan een hele mooie foto van jullie maken. Krijgt hij een mooi plekje? Ja, zeker. Je hebt het hartstikke verdiend. En misschien over een paar jaar zien we je dan wel hier zitten, maar dan als andere genomineerden. Maar dat wil niet zeggen dat jullie niet goed zijn, hè, jongens. Nee, hè? Nee. Ja, zullen we een mooie groepsfoto maken, Jos? Even met de mannen. Jawel, eventjes laten zien. Dat jullie bij elkaar met de winnaar. Jos erbij. Goeie foto, fotograaf. Laat de fotograaf maar komen. Hè? En de confetti komt neer en de fanfare komt binnen. En de vendeldragers. Het is leuk, hè? Het is leuk. Ja. Goh, nou, het is gedaan hoor, jongens. Proficiat. Dank jullie wel voor jullie komst. Ga zo door in de toekomst en jullie mogen weer op je stoel gaan zitten. Dames en heren, onze vaktalenten. En Ben Smulders van RSW Eindhoven. Machinefabriek Gebroeders Frenken. Daar heeft hij, of daar werkt hij nog steeds trouwens. Daar heeft de prijs gewonnen. Nou, dat was een aardig opwarmertje alvast voor straks. Heb ik iets gemist? Want er werd net gelachen in de zaal, maar... Is dat een grap die ik gemist heb? Dat vind ik altijd jammer als ik grappen mis. Jos, ben jij er ook klaar voor? Ja, ik ben voor, klaar voor. We hebben drie sectoren, hè? Ja. De sector bouw, de sector metaal en de sector overige beroepen. En ga je ook in die volgorde de winnaars bekendmaken? Ja, het is beginnen met metaal, dacht ik. Metaal? Ja, metaal gaan we beginnen. In de sector metaal, dus als je in de sector metaal zit, dan mag je nu heel zenuwachtig worden. Want Jos heeft... De rest kan nog even wachten. De rest kan nog even wachten, even met de zenuwen. Want Jos heeft eerst een mooi verhaal en dan gaat hij de naam noemen. Ja, daar komt het grote moment dan aan. En dan spreken we met onze juryleden en die zeggen... Ja, het was wederom niet makkelijk, want we hebben echt, echt hele goede mensen hier zitten. Nou, dat is dan al geweldig goed. En ja, dan maakt het kiezen eigenlijk nog moeilijker, omdat er geen hele makkelijke keuze is. Nou ben ik daarom ook zo blij dat we een goede jury hebben. En daarom graag een hartelijk applaus voor Lau van den Bos, projectleider Servicepunt Leren en Werken. Wim Peters, directeur Equipment en Prototype Service Center. Dat kun je ook TD noemen, denk ik. Hè? Zo heet het. Hè? En Hans van Brussels, directeur TechLab. Graag een applaus voor onze jury. Ik hou niet langer in spanning. Ik ga de enveloppen openen en het juryrapport voorlezen. En we beginnen met de categorie metaal. Regent het nou zo hard? Orde van de jury. Een zeer gedreven collega. Een vakman in hart en nieren. Een vakman die streeft naar kwaliteit en perfectie. Iemand die zich vastbijt in nieuwe uitdagingen en denkt in oplossingen. Iemand die zich de nieuwste technieken eigen maakt en die zelf nieuwe processen ontwikkelt. Een leermeester, een coach die zijn kennis op uitstekende wijze overdraagt aan jongere medewerkers. De winnaar in de categorie metaal is Marco Huibert van AAE. Marco Huibrechts, daar ben jij proficiat, man. Mag ik jou zoenen? Ja. Proficiat, kom erbij, want jij krijgt natuurlijk een prachtige oorkonde. Marco, heb je in ieder geval genoeg collega's bij je? Ja, dat wel. Daar heb ik tenslotte ook aan te danken dat ik hier sta. Dus. Ja, want die hebben jou voorgedragen. Ja. Dus ik had het echt niet verwacht. Je bent helemaal een beetje geëmotioneerd, zie ik inderdaad. Nee, een beetje zenuwachtig. Nee, dat loopt ik steeds verder naar achter. Dan duw ik jou heel zachtjes een beetje naar voren. Dan moet je jou in de spotlight zetten. Want ja,
Jij vertelde mij, jij stond zo gepassioneerd jouw verhaal te vertellen. Wat jullie deden met robotten en apparaten ontwikkelen. Dingen die eigenlijk nog niet bestonden. En dan hele productielijnen maken. Ja, van alles. Wij doen, we zijn heel breed. Van laserlassen, machinebouw, verspaning. Ja, van alles eigenlijk. Ja. En ook heel precisiewerk. Ja. Ja, op microns. Dus echt... tot hele kleine gaatjes, tot heel moeilijk glaswerk, van alles eigenlijk. Het is echt vakwerk, ambachtelijk vakwerk. Ja, en jij bent ook een soort van Willy Wortel. We zagen net Willy Wortel even achter ons, maar jij bedenkt ook echt die dingen, hè? Ja, ja. Dat bedoel ik meestal 's avonds in bed, maar... Waar zit je vrouw? Je moet eens zeggen dat hij dat niet moet doen in bed, hè? Je moet het nog eens uitleggen. Dan zegt ze, kunnen we niet slapen, we zijn er weer aan het denken. Ja, meestal gebeurt dat dan. En dan uit bed en dan weer tekeningetjes maken. Oh nee, dat onthoud ik wel tot 's morgens vroeg. Dat lukt wel. En dan vroeg naar het werk? Ja, ja. Nou, dat is gewoon een passie, hè? Uitdaging. En, dat is gewoon een vakidioot, zeg maar. Hè? Ja. Ja, maar die hebben we nodig. Hè? En dat is ook overbrengen aan anderen, hè? Want dat is ook een van de criteria. Dat is misschien wel het mooiste van alles. Ik heb een stuk of 6, 7 jongens opgeleid en die zeggen zelfs wel ooit zou dat niet zo doen of zo doen. En dat geeft wel voldoening. Dus op een gegeven moment toch proberen boven jou te groeien. Ja, dat is echt een passie voor mij. Ik vind het mooi. Ze geven hem een prachtige plek en je hebt meer dan verdiend. Welgemeend applaus, dames en heren. De winnaar van de categorie Metal, Marco Huibrecht. Zo. Hè. Ik voelde je spanning gewoon helemaal. Lekker gaan zitten, jongen. En het vieren. Maar we hebben nog tweede categorie, ja. Jos. We gaan over naar de categorie bouw. Orde van de jury. Een veelzijdig vakman die zich alle technische vaardigheden van zijn vakgebied eigen heeft gemaakt. Die zelfstandig opdrachten kan bespreken, goed luistert naar wat de opdrachtgever wil en dan het tot in de perfectie uitvoert. De winnaar in de categorie bouw is Iwan de Keizer van aannemingsbedrijf Van den Burg. Iwan! Iwan van aannemingsbedrijf Van der Burgt. Kijk eens hier, jongen. De spotlights van jou. Mag ik jou ook zoenen? Of vind je dat vervelend? Ja, ook raar. Zo heb ik ze het liefst dat ze dat zeggen. Proef. En ook een mooie foto, jawel. Ja, Iwan, jij liet mij een paar plaatjes zien van huizen dat ik dacht van wow. Jij komt op mooie plekken. Ja, inderdaad. Ja, die maken we zelf. Ja, want het mooie van jouw vak is dat jij echt op steeds andere locaties komt en echt steeds andere dingen moet doen. Dat is de variatie, dat maakt het mooi. Verschillende dingen maken en elke dag is anders. Maar je komt ook bij zeg maar de gewone consument, hè? Maakt het dat lastiger? Die willen andere dingen als mensen die meer centen hebben. Ja. Ja, maar zelf dat zijn ook consumenten, die mensen met meer centen natuurlijk. Maar is dat... Want ja, jij bent ook gewoon je werk aan het doen en dan komt er weer zo eentje. Wil je koffie? Nou, straks. Hey, heb je veel collega's meegenomen? Nee, een paar. Zitten jullie? Familie. Laat je ze horen. Woe! Ja, trots hè. Zeg, ga jij vanavond dan wel een feestje vieren of ga je ook vanmorgen naar je werk? Gewoon aan het werken, vroeg op. Het wordt een bescheiden feestje. Ja, inderdaad. Ga je ermee doen? Of heb je is het dan een beetje doorgedrongen en hem gewonnen hebt? Ja, dus dat we op de kachel, hè? Niet op de wc. Niet op de wc, nee. Dat is toch zonde, hè? Alhoewel, ik heb het nou toch wel gevonden. Ik kan hem ook als boekensteun gebruiken, maar dat is ook zonde. Het is een mooie prijs, dames en heren. Iwan de Keizer. Laatste categorie, Jos. Ja. Laatste categorie, overige. Thank you.
Oordeel van de jury. Een betrokken collega die altijd klaar staat voor het bedrijf. Een allround vaktopper met een brede technische kennis. Een perfectionist die in staat is zeer complexe technische problemen op te lossen. Iemand die ook onder tijdsdruk rustig en geconcentreerd naar de oplossing zal zoeken. En een sociale collega met grote vaardigheid in het overdragen van kennis naar anderen. De winnaar in de categorie overige vakgebieden in het technisch domein is Hamdi Slimane van PMB UvA Internationaal. Ik ga je ook zoenen als je het wil. En ook. Mag ik je zoenen? Proficiat. Een mooie foto ook. Hij is van jou. Ja, Hamdi. Tjonge, jonge. Ik had niet verwacht. Had niet verwacht? Nee. Er zijn zoveel vakmensen hier, dus dat ik het dan mag worden. Ja. Mooi. Ja, het is toch echt waar? Ja. Ja, want jij bent die van die verpakkingen waar Lies Lemkes het over had, hè? Ja, verticale vorm- en sluitmachines bouw ik. Verticale vorm- en sluitmachines? Klopt, ja. Dat is een mooie verskrabbel in ieder geval. Ja. Maar loop je nou, ik stel me zo voor, hè? Mijn vader zat in de verpakkingen. En bij DAF heeft hij heel veel verpakkingen en dingen ontworpen en bedacht. En die zei, ja, dan liep hij ergens en dan zit hij altijd na te denken over die verpakkingen. Ben jij er ook zo eentje die in de supermarkt loopt en denkt van, oh ja, die komt bij mij vandaan. Of, oh, dat zou moet zo moeten. Ik zie wel eens zakjes liggen dan die dan niet goed zijn. En dan denk ik wel eens van ja, de operator aan die machine heeft dus niet goed naar ons geluisterd. Ja. Goed luisteren. Ja, inderdaad. En bedenk je zelf ook wel eens verpakkingen? Niet zozeer, maar we denken wel mee, zeg maar, hoe we het kunnen verbeteren. En, ja. Want de verpakkingen worden steeds ingewikkelder. Dan heb je van die zakken soep en dat moet dan ook nog kunnen staan. Nou, wij passen onze machines daaraan, ja, daarop aan, zeg maar. Zodat wij die verpakkingen kunnen maken die de klant wil. Want er zijn een hoop verpakkingen als je er dan over nadenkt, hè? Ja. Nou, geef hem een mooi plekje. Dankjewel. Ja, dat ga ik doen. Gaat lekker vieren. Heb jij even vrienden, familie bij je? Ja, een paar collega's van mij daar. Nou, net was er meer applaus voor hem heen. Maar heel goed, gaat lekker vieren met je collega's. En zometeen, jij mag even blijven staan, want ik ga ook de andere winnaars even op het podium roepen voor een mooi fotomoment. En al die andere genomineerden wil niet zeggen dat jullie niet goed zijn, hè? Heel duidelijk, want jullie zijn ook heel goed in jullie vak. Vond het heel mooi dat jullie hier wilden zijn en ga vooral door met het goede werk. Genomineerden mogen ook op het podium komen, nog een keertje zo, want we willen een grote groepsfoto maken. Familie en vrienden, jullie mogen zometeen dadelijk een lekker drankje gaan nemen. Of misschien even naar het toilet of sigaretje roken. Kan natuurlijk ook. Ze komen zo, maar we willen eerst even een mooi fotomoment maken met iedereen. Dus komen jullie vast op het podium, de genomineerden en de winnaars. En ja, dan wil ik u als publiek heel hartelijk bedanken voor de komst hier naar de Technische Universiteit Eindhoven. Gastheer dit jaar van de Ingenieur Noordhofprijs 2012. Nou staat hij zo alleen hier. Kom op. Nog één keertje maar voor de foto. Heel hartelijk bedankt voor uw komst. Jury bedankt. Bedrijven bedankt dat jullie deze mensen genomineerd hebben. Organisatie bedankt. Sprekers bedankt. Elies Lemkes bedankt. Jo van Ham bedankt voor hier mooie woorden. En volgend jaar is er weer een Noordhofprijs. Maar niet met deze genomineerden, want het was maar voor één keer. Dank voor de komst. En wellicht tot zometeen voor een hapje en een drankje.